Vooraleer dat we gaan beginnen over te gaan naar de swing, ga ik twee oefeningen meegeven, waardoor je een beter gevoel krijgt van de beweging, waardoor je meer kans maakt om een bal beter te kunnen slaan. De eerste oefening is, je pakt een club en je gaat die tegen je schouders plaatsen met de grip aan je linkerzijde. Clubhoofd zo dicht mogelijk bij de rechter schouder. Armen gekruist. Je neemt die houding in. En het eerste wat je doet is, je probeert je schouders te draaien naar rechts, zodanig dat de schouders een hoek van 90 graden vormt. En zorg ervoor dat er ongeveer 70 tot 80% van je gewicht op je rechterbeen komt te staan. Eenmaal als we in deze positie zitten, gaan we steel van de club tegen de heupen plaatsen. We gaan ons gewicht verplaatsen naar links en we draaien de heupen zodanig dat we eindigen met de rechterknie voor de linkerknie en eindigen met ongeveer 90% van je gewicht op de linkervoet. En nu gaan we over naar de tweede oefening. We nemen onze houding in. En we gaan bewegen tot de linkerarm horizontaal staat. Eenmaal als de linkerarm horizontaal staat, moeten we zorgen dat er een hoek wordt gevormd van 90 graden tussen de steel en de linkerarm. En deze moet naar boven wijzen. Verleng ik de club naar beneden, wijst uit naar ons doellijn. Van daaruit brengen we de club terug naar beneden. Doen we alsof we de bal slaan. En vandaar gaan we door en we gaan weer eindigen tot de armen ongeveer horizontaal staan. Hier ook moet de club ongeveer een hoek vormen van 90 graden en de club en de steel wijst naar boven.